En wat me dan wel steekt, dat een liedje van Kroatië, dat zijn die mannen in die onderbroeken, dat het dan wel haalt. Dan denk ik ook, ja jongens, wat voor smaak hebben we in Europa. We gaan naar gisteravond. Het was dan eindelijk zover. Na weken opwinding begon het Eurovisie Songfestival. En voor Nederland bleef het uiteindelijk bij een paar fantastische minuten. En die eindigde als volgt. Ja, dit stond gewoon als een huis. Glashelder, loepzuiver. Niks op aan te merken in die zin. Maar zou het genoeg zijn voor de televoters? Dat is de vraag. Ja, we hoorden het jubelende commentaar van presentatoren Jan Smit en Cornel Maas. Ja, Jan, we hoorden Jan Smit zeggen, loepzuiver staat als een huis. Vond jij dat ook zo genoten? Ik weet niet waar wij naar geluid. Nee, het klonk goed, maar het was niet in mijn ogen loepzuiver. Ik ben geen kenner, hij is dat wel. Ik vond het magertjes. Die uithalen miste ik, hè, want dat durfde ze dan toch niet meer aan. Het was een beetje, ja, een leuk liedje, maar om daar nou mee het Songfestival te winnen. Heel triest voor ze. We hebben alles gegeven. Er is natuurlijk ontzettend veel over ze heen gekomen. Maar ja, nu naar huis. En wat me dan wel steekt, dat een liedje van Kroatië, dat zijn die mannen in die onderbroeken, dat het dan wel haalt. Dan denk ik ook, ja jongens, wat voor smaak hebben we in Europa, dat we daar wel op stemmen. Dat was dit liedje, wat zeker niet de eindstreep had gehaald in de top 5, 6. Ja. Maar was dan nog wel beter dan die onderbroeken lol uit Kroatië. Ja. Tom, ja, er was veel heisa over onze Mia en Dion van tevoren. Ze kregen de wind van voren. Ze zouden vals zingen. Ja. Liedje enigszins aangepast. Vond je het beter nu? Hebben ze toch wel revanche genomen? Nou ja, het was volgens mij, ik ben ook geen kenner, Jan, maar wel de beste versie van alle versies die ik gehoord had. Maar inderdaad, het was verder niet heel bijzonder. Maar wat mij vooral opviel, ik heb de aanloop daarnaar even zitten kijken. En ik zag de verslaggever van RTL Boulevard. En ja, weet je, het is toch een soort van ontspannen liedjesfestival. Maar het leek wel een soort, alsof ze naar een soort kooigevecht gingen. Dat weggehouden van de media, die twee. En die Duncan Lawrence erbij. En ik kon ze nog één vraag stellen. En die verslaggever die vergeleek het zelfs met de Hunger Games. Want je gaat die arena in en word je verscheurd of niet. En dus dit is een soort van permanente staat van overspannenheid die daar zo heerst. Dat vond ik misschien ook te maken dus met die aanloop. En omdat ze dus jong zijn en enigszins onervaren. Ja, dat heeft hij zeker. Ongetwijfeld, maar. Maar het feit dat deze mensen die geen podiumervaring hebben, die daar toch stonden gisteravond. Kijk, je kunt er veel over afdingen, want Duncan had ook geen podiumervaring, maar won wel het Eurovisie Songfestival. Dus dat had ook goed kunnen aflopen. Maar ik ben wel voor een nationaal songfestival. Dat wij zelf in Nederland ook kunnen meebeslissen. Dat bijvoorbeeld de selectiecommissie zegt, nou, we hebben 3 liedjes. Daar gaan we vanavond naar luisteren. En nu als publiek kunt meebeslissen welk liedje wij afvaardigen naar het Eurovisie Songfestival. Voel je ook een beetje medeverantwoordelijk. Nu is er een hele kleine commissie. We weten ook niet welke liedjes er nog meer waren. Het is een beetje schimmig. Dus ik zou er wel wat meer transparantie in willen hebben. En dat wij ook als Nederland, als kijker, betrokken worden bij de keuze van het liedje. En dat was vroeger natuurlijk heel normaal. Ja, ik wil het zeggen. Is ook vaak fout gegaan. Ja. Iedereen kent nog wel dat vader Abraham toen op een gegeven moment riep, Sieneke, wat hij gewoon niet wist. Ja, weet je, dus dat ging ook niet echt goed. En we hebben nog iemand gehad met een Indianen tooi, weet ik het wat. John Franka. Ja, dus het kan ook misgaan. Maar als je die betrokkenheid wil houden, en nu is er toch wel die commissie, wie zit erin, hoe is dat gegaan, dat weten we niet. Dat zou jij als Omroep Max anders doen. Dat zou ik toch wel graag willen weten. Ja, zou jij iets als het Songfestival, want het is een flinke show, zou je die onder je hoede willen hebben? Nou, de Avrotros doet dat fantastisch. Wat staat daar los van die vraag? Ja, ik zou hem best wel onder mijn hoede willen hebben. Stel dat ze zouden zeggen, wij willen dat niet meer. We hebben ook ooit Nederland in beweging overgenomen, dus dit kunnen we ook wel aan. Ja. Zou je het iets anders doen ook? Of zeg je van, nou, eigenlijk staat het wel als een huis? Nou, het staat als een huis. Misschien iets te veel aandacht in de aanloop ernaartoe. Want je hebt dan allemaal nog een keer overzichten. En hoe vaak heeft Oekraïne gewonnen? En dan krijg je dat allemaal, dat soort zaken. Oekraïne kwam trouwens wel gisteravond goed aan bod. Maar jij wil wat zeggen. Nee, dat van Oekraïne, dat was heel mooi. Dat vond ik ook wel. Maar wat je zegt, de aandacht in de aanloop.
Ja, in Nederland wel ontzettend. Maar ook pagina grote advertenties in de krant van jullie moeten steunen. Dus dan vraag ik me af... Ja, Avrost Gros heeft die advertentie geplaatst. Ja, maar hoe is dat in andere landen dan? Is dat in Kroatië een commissie die zegt... een nationale debat over we doen onderbroeken of geen onderbroeken? Of geen idee. Even, wie hoe belangrijk daar de beslissing vinden? Heeft genomen. Nee, maar dus is Nederland nu veel meer daarop gericht dan in andere landen? Nou, je ziet wel dat Avrotros zich met dit festijn wil profileren. Hè. Je zag ook gisteravond in het Sterblok daarna, geloof ik, al 6 keer een spotje van de Avrotros voorbij komen. Ja, er is ook een voorbeschouwing. Dan, hè, dus voorbeschouwing die, die spotjes kopen ze echt in. Hè. Dus, dus dat is geen zendtijd die ze van de NPO krijgen. Ja, ze willen zich daarmee profileren. En dat snap ik ook wel, want het is wel een heel groot event. Dus, en dat gaat gewoon goed. De BBC heeft dit allemaal georganiseerd. Ja. Dus ja, dat ging hartstikke. En je hebt veel kijkers. Dus je hebt, ruim 2 miljoen kijkers. Miljoen. Dus, ja, precies. Ja. Ja. Dan wat anders. Van het vergassen van kippen, kuikens en kalkoenen bestaan geen beelden. En dat is in strijd met de persvrijheid, schrijft persfotograaf Olivier Middendorp vandaag in een groot ingezonden stuk in het NRC Handelsblad. Middendorp probeert al tijden toestemming te krijgen om de ruimingen vast te leggen, maar krijgt steeds nee te horen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Belangrijk argument, angst voor verdere verspreiding. En dit is nu best een belangrijk onderwerp, want we zien overal dat de vogelgriep toeneemt. Dat is eigenlijk nooit weg geweest, maar vogels keren natuurlijk nu weer allemaal terug naar Nederland. En we zagen dus nu ook weer beelden van wilde meeuwen die dood waren gegaan door de vogelgriep. Dus is het actueel. Begrijpen jullie de argumentatie van de Voedsel- en Warenautoriteit? Tom, begin ik met jou. Of weegt de journalistieke vrijheid zwaarder? Want journalistieke vrijheid weegt zwaarder, vind ik. En ik vind het moeilijk om dat zeg maar helemaal in één keer te beantwoorden. Maar ik vind dit is een keerzijde van wat wij aan de landbouwindustrie, die wij ook hebben, zeg maar, los van alle goede dingen. En je hoort en leest regelmatig van er zijn weer zoveel dieren geruimd. Ik vind, ja, dan moet je ook kunnen zien hoe dat gebeurt. En wat daar dan allemaal plaatsvindt. En ik vind dat we net iets te vaak te maken hebben met gevallen waarin de overheid, net als bij de corona, de COVID-crisis, waar mensen niet de openheid heeft om appjes te sturen, ondanks dat de rechter zegt dat je dat moet doen en de journalistiek daarom vraagt, vind ik... Je moet transparant zijn, dan moet je dat zeker laten zien. Dus ja, ik vind dat hij een punt heeft. Je hebt ook de varkenspest verslagen hè, in de jaren 90. Ja. Dus een tijdje terug, maar hoe ging het er toen aan toe? Nou ja, of het nou de varkenspest of de vogelgriep. Ik heb ook wel regelmatig op zo'n dijk helemaal aan de overkant van zo'n bedrijf gestaan met een camera, met een heel lange lens. En dan zag je nog net een grijper die varkens in hem... En natuurlijk wil je wel zien. En als de premier gaat praten met boeren in een stal, dan wordt wel de pers uitgenodigd. Maar als dit onderdeel van de landbouwindustrie, dan moet je dat ook laten zien. Ja, maar het is natuurlijk wel een extreem besmettelijke ziekte, vogelgriep. Is dat ook logisch dat je zegt, we willen zo min mogelijk bewegingen dan in die stal? Dat is volgens mij niet de reden waarom het niet mag. Ik bedoel, als die man ook een wit pak aan doet en zich houdt aan de regels en zijn voeten ontsmet als die daar naar binnen komt, is daar niks aan de hand. Nee. Ik vind het wel echt raar dat dat niet mag. We kunnen allemaal, jij hebt het net over de varkenspest, ik kan me nog wel herinneren, de MKZ, Kootwijkerbroek. Waar toen ook die koeien allemaal werden gedood en hele veestapels die hartstikke gezond werden geruimd. Ja. Kijk, een beeld zegt veel meer dan 1000 woorden. En die vogelgriep schijnt toch wel zo immens groot te zijn, waar wij geen benul van hebben. Dus ik vind ook dat de pers daarbij aanwezig moet zijn. Hoe worden die beesten vergast? Weet je wel, dus het lijkt wel of daar, en natuurlijk gebeurt er iets verschrikkelijks, maar dat er iets gebeurt wat wij niet mogen zien. Ja, en zeker als het gaat om het argument van de hygiëne die ik net aanhaalde. Zou je ook kunnen zeggen, dan had het bij de coronacrisis ook niet gemogen. Maar daar mochten journalisten ook zo op is de IC's zijn, toch? Ja. Ja, sowieso, je ziet volgens mij bijna nooit beelden gewoon van überhaupt waar kippen worden gehouden of zo. Überhaupt willen ze dat niet. Dus dit al helemaal niet. Ik bedoel, hoe vaak zie je beelden van hoe het er naartoe gaat binnen een pluimveebedrijf? Nou, er zijn er wel. Je mag ook zeker wel komen. Ik ben onlangs nog voor Pointer bij een pluimveebedrijf geweest. En daar konden we gewoon filmen. Wel, inderdaad, we mochten het zien, maar op een afstandje, omdat de vogelgriep natuurlijk rondwaarde. En niet op dat bedrijf, gelukkig voor die manier. Ja, maar het gaat met name ook om het wel filmen. Gezondheidsaspect. Hè? Vanochtend was op de radio ook dat er wordt geadviseerd dat varkens en kippen niet meer bij elkaar kunnen. Want dat zou
ook over kunnen slaan op die varkens. En dan zou het ook op de mens, zou er een gevaarlijk virus kunnen ontstaan. Weet je wel, dus het probleem is volgens mij veel groter. Ja. En wat er gebeurt dan dat wij op dit moment horen en helemaal niet zien, omdat er geen pers bij mag. Ja, zou de maatschappelijke discussie ook echt anders zijn over de manier waarop wij dieren houden, als al die beelden gemaakt mogen worden? Nou, mogelijk. Dat zou zomaar kunnen. Misschien zou je wel kunnen denken dat de overheid dat niet wil, dat die maatschappelijke discussie misschien verandert door het zien van die beelden. Want het lijkt me, naar wat Jan ook zegt, veiligheid of besmettelijkheid, of dat lijkt me niet echt een issue. Die boeren zelf zijn ontzettend trots op hun bedrijf. Die werken er hard voor. Die willen vaak ook laten zien als er iets misgaat van jongens, ik heb goed gezorgd voor mijn dieren. Mm-hmm. Dus daar ligt het dan vaak ook niet aan. Dus dat is dan de enige reden die misschien nog overblijft. Ja, jij hebt ook oorlogen verslagen. Heb je ook te maken met restricties? Begreep je die altijd? Of had je vaak dat verschilt een beetje per land waar je dan mee te maken hebt. Maar bijvoorbeeld Nederlandse militairen zeggen vaak, want er zit er zo'n voorlichter bij, en dan mag je vaak dingen niet filmen vanwege operationele risico's. En nou, dat is vaak wel te begrijpen. Dan mag je niet een beeld op een monitor filmen of bepaalde frequenties, dat soort dingen. Dat kan mensen in gevaar brengen. Nou ja, dat overleg je dan en dan maak je dan een beetje ruzie over. Maar op een gegeven moment werd het wel heel veel dat dingen vanwege operationele redenen, dat je niet met iemand mocht praten. Dus dat is makkelijk om te zeggen. Ja. In dit geval misschien ook wel. Maar in het kader van veiligheid, maak ik regelmatig een programma, ieder jaar Missie Max. Hè. Dan kom je ook, ben ook in al die oorlogsgebieden geweest. En dan mocht je gewoon nog wel met iemand praten. Maar nu mag het gezicht ook niet meer herkenbaar in beeld. En dat is in het kader van veiligheid. Mm-hmm. Omdat ze daar toch vervelende ervaringen mee hebben gehad. Dus dat snap ik wel. Maar inderdaad, een zendmast of een monitor, dat waren allemaal van die En of zoals dus dit geval, zeggen jullie, nou, daar moet gewoon pers bij kunnen zijn. Ja, hij heeft de advocaat in de hand genomen, hè? Dus de vraag is natuurlijk, hoe ver komt hij daar nu mee? Ja. Best een interessante casus, toch? Zeker. Nee, zeker. Wel, een oorlogsgebied is wel iets anders dan een kippenstal, toch? Ja. Nee, maar het verontwaardiging. Ik ga nu in deze restricties en dingen zeggen. Ik begrijp het wel, maar in een kippenstal, ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.